Alan e Wai, Woemawe. Het is zonde, Woemawe. Kent je het? Kent je het? Alan e Wai, Woemawe. Het is zonde, Woemawe. Mio sende a swee. Ulana me kant ook wee. Wee, prek. Dat zit al een gast een dag in mijn kop, hè, man. Maar ja, je moet die wekker wel op radio zetten, anders zit je de ganse dag in je kop met... Dat is ook niet fijn. Een wekker die je wakker pijpt, dat zal je moeten uitvinden. En al een uur te vroeg zetten en snoezen maar. Dankjewel, dankjewel. Er komt nog veel meer. Alright. De look is heel gefascineerd en stil naar mij aan het kijken op dit moment. Hey Luke, alles nog oké? Okay? Straks komt er een grapje over de smurfen. En daarna over een analseks. Maakt niet uit. Oh, zo doet hij. Oh, zo schattig. Alright. Dus Luke, echt driekwart van mijn materiaal op de vuilbak in. Luke, wat is jouw allergrootste hobby? Buiten heel nadenkend voor je uitkijken. Neem je tijd, Luke. Er is geen druk. Ik ga niet zeggen dat de show op dit moment voor 100% van jou afhangt. Laat ons zeggen 98. Wat doe je het liefste? Moest je nu hier niet zitten, wat zou je dan... Want nu zit je heel graag hier, neem ik aan. Moest je hier niet zitten, wat zou je dan nu heel graag aan het doen zijn? Toekomstige student filosofie, dames en heren, applaus. Mijn grootste hobby als kind was strips lezen. En mijn favoriete strip was uiteraard... Nee, maar fijn om te weten dat de Jommekes fanclub in de zaal zit ook. Nee, niet Jommeke? Kuifje, nee. Susken en Wiske. Susken en Wiske was mijn favoriete strip. En mijn favoriete personage uit Susken en Wiske was uiteraard... Nee, waarom? Wie zei dat, Jommeke? Een beetje opletten, hè. Hoe oud ben jij, kleine meid? Je bedoelde Jommeke. Ja. Nee, Jommeke was het ook niet. Bekijk mij, alleen. Nee. Nee, Lambiek. Maar waarom blijft dit? Nee, het was niet Lambiek. Schandelijke was een pop. Kom aan. Sidonia, nee. Crimson, nee. Professor Barabas. Professor Barabas. Ja, nu zijn mensen... Ah, ja. Professor Barabas was mijn favoriete personage. Die kerel had af en toe een uitvinding waarvan ik dacht... Man. Moest dat echt bestaan? Zou fantastisch zijn. Wat was de mooiste uitvinding van Barabas? De? Teletijdmachine? Nee, Gironef was eigenlijk gewoon een helikopter. Wauw! Dat hebben we al. Nee. Klankentapper was mijn favoriete uitvinding van professor Barabas. Was zo'n toestel met een koptelefoon aan. En je kon met dat toestel praten met levensloze voorwerpen. Ik voel meer enthousiasme bij mezelf dan bij jullie, maar dat is helemaal niet erg. Ik vond dat een schitterende uitvinding. Stel, dit is de klankentapper. We hebben hem bij ons. We kunnen alle levensloze voorwerpen rondom ons laten praten. Horen wat die ons te vertellen hebben. Ik bedoel, dat podium hier. Luke. gewoon al te weten. Sorry man. High five. De raarste optreden nooit, dit maakt niet uit. Gewoon al te weten. Wat een paperclip denkt. Zou toch al fantastisch zijn? Kom aan, dan denk een paperclip dingen als... Ja, dat is wel zwaar werk. Ga eens een dag papier bij elkaar houden. Zo'n heel doosje paperclips bij elkaar. We hangen aan elkaar. Oh, kijk daar, een doosje nietjes. Boe! Nietjes! Maar ja, bestaan niet, klankentapper. Bestaan niet. Terwijl er heel veel dingen worden uitgevonden waarbij ik mij dan de vraag stel, waarom dat dan wel? Elke Sinterklaas- en Kerstmisperiode... Heel veel reclame voor kinderspeelgoed op tv. Mij begint het op te vallen. Kinderspeelgoed, vandaag de dag, praat bijna allemaal. Er wordt bijna geen kinderspeelgoed meer gemaakt dan ik praat. Vroeger, in mijn tijd, toen ik jong was, kleine Seppe, gaf mij een leeg blikske en we voetbalden daarmee.
Hel, we waren al gelukkig met een blok beton en een trein. Maar tegenwoordig, kinderspeelgoed, daar zit meer speechtechnologie in dan ooit tevoren en dat praat bijna allemaal. Ik liep onlangs door de speelgoedafdeling van de Carrefour en ik hoorde... Ik hou van je, neem me vast. Ik kende die pingwing niet eens. Maar ik heb hem wel even vastgehouden. Jij en ik samen voor altijd. Meneer, we gaan sluiten. Nee, nee. Ik mag daar niet mee komen nu. Het is niet alleen kinderspeelgoed trouwens. Auto's praten ook vandaag de dag.